van het koninkrijk. Eens armen omhoog, oneens armen over elkaar. Het klopt, dus de armen omhoog, die hebben het juiste antwoord. Qua oppervlakte is Saba slechts 13 kilometer groot. En, sorry? Schiermonnikoog. Dat weet ik niet. Om en nabij 1800 inwoners. De laatste twee vragen. Sinds 2010 zijn de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba onderdeel van Caribisch Nederland. Eens, armen omhoog. En oneens, armen over elkaar. Kijk, eigenlijk moeten jullie naar de minister kijken. Hij heeft het juiste antwoord. Het klopt. Sinds 2010 heb je de West-eilanden. Dus Bonaire, Sint Eustatius en Saba. En dat is onderdeel van Caribisch Nederland. En de andere overige drie eilanden, dat zijn onafhankelijke. Laten we zeggen landen. Toen noemden ze het Nederlandse Antillen. Ja, moet goed opletten, Guido. Oké, de laatste vraag voor jullie. Mount Sennery is het hoogste punt op Nederlands grondgebied en ligt in Sint Eustatius. Nee. Dus eens, armen omhoog en oneens, armen omlaag. Ik ben wel benieuwd, waarom vind jij dat het oneens is? Oh, nee, geen idee. Ik heb wel een idee. Ja, jij weet het wel. Mount Sennery ligt in Saba. Ja, dat is het juiste antwoord. Dat heb ik ook. Dus bedankt voor jullie deelname. Mijn presentatie is bijna.